zijn zo ontzettend lekker. Ik ga deze even opspuiten. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag mijn favorieten van de afgelopen zomer laten zien. Ik heb deze zomer wel een aantal favoriete items opgespaard. En die wil ik graag vandaag met jullie delen. Er zit hier een hondje op mijn schoot, vervelend te doen. Ik ga vandaag dus mijn favorieten van dit moment laten zien. Het zijn eigenlijk bijna allemaal wel redelijk zomer items. Dus dat is wel heel erg leuk. Laten we dit intro vooral niet te lang maken en gewoon gelijk gaan beginnen met mijn eerste favoriet. Van Kruidvat de Catch & Shine parfum collectie binnengekregen. En ik ben hier zo ontzettend blij mee. Dit is ook echt wel favoriet van dit moment. Ja, het zijn eigenlijk gewoon parfums. Ze zien er zo uit. En het is Eau de Toilette. 50 ml, dus het zijn ook wel... Het zijn wel redelijk kleine potjes, maar daar ben ik juist altijd heel erg blij mee. Want ik vind dat gewoon heel erg fijn, want dan is het ook makkelijk om mee te nemen. Deze geuren zijn zo ontzettend lekker. Ik ga deze even opspuiten. Wat ik er zo super chill aan vind, is dat deze geuren echt heel erg zomers zijn. En daar word ik natuurlijk gewoon heel erg blij van. En ja, dan is het ook wel chill, weet je, als we straks weer naar school moeten en het wordt weer winter en whatever. Dat je dan dit soort geurtjes hebt en dat je als je die dan opspuit, dat je gewoon aan de zomer moet denken. Ik hou heel erg van de zomer, dus ik vind het heel erg fijn dat ik dan straks in de winter toch nog een beetje de zomer mee kan nemen. Ik heb er best wel wat gekregen. Ik heb 4 vrouwengeuren en je hebt daarvan de Catch and Shine Chilling on the Beach, Love at Die Festival, Sparkling in de Club en Selfie in de City. En ik heb ze eigenlijk allemaal wel al gebruikt en ze ruiken allemaal echt heel erg lekker. Mijn favoriet is toch wel Chilling on the Beach. Ik vind die echt heel erg lekker ruiken. Nou, hij ruikt gewoon heel erg lekker. Je moet maar eens een keertje in de winkel kijken. En er zit letterlijk nu een vlieg op mijn camera. Okay. En ze hebben er ook mannengeuren van. Die heb ik ook gekregen. Vind ik ook heel erg lekker ruiken, want een klein fact... Ik hou heel erg van mannenparfums. Ook van Mannedeo vind ik echt zo lekker ruiken. Dus waarschijnlijk ga ik die ook gebruiken. De parfums kosten trouwens 6 euro per stuk. Dus dat is natuurlijk een heel fijn prijsje. Ook heel erg leuk om misschien cadeau te geven aan een vriend of vriendin van je. Of aan je vader, of aan je moeder, of aan je broertje, of aan je zus, of whatever. En dan blijven we maar even in de Kruidvat sferen. Dit is een favoriet die ik niet heb gekregen van Kruidvat. Dit is gewoon echt een favoriet van mij die ik echt al heel erg lang heb. En ja, heel toevallig dat het ook van de Kruidvat is. Maar het is echt gewoon echt een van mijn grootste favorieten. Dat is namelijk deze Kruidvat droog shampoo. Dit is de volume versie. Je hebt volgens mij meerdere versies ervan. Maar deze vind ik echt het allerchillst. De blauwe verpakking met volume erop. Deze droog shampoo is echt heilig. Heel veel vriendinnen van mij gebruiken hem ook. Want hij is gewoon echt zo chill. Hij kost ook echt niet duur. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel. Misschien kan ik hem even linken in de beschrijving. Het is in ieder geval echt geen dure droog shampoo. En hij werkt zo ontzettend goed. Ik was persoonlijk niet zo vaak mijn haar. Het liefst maar 2 keer in de week. Soms 3 keer, maar het liefst 2 keer. En droog shampoo is daarom echt mijn levensredder om mijn haar toch nog een beetje fris te houden. En dit is echt absoluut mijn favoriet. En dan nog iets voor mijn haar. Ik heb laatst een pakketje binnengekregen van Beauty and Planet. Dit is verder niet gesponsord. Deze heb ik wel opgestuurd gekregen. Maar ik ben er oprecht gewoon heel erg blij mee. Ze hebben me ook niet gevraagd om dit te laten zien in deze video of whatever. Dit merk heet dus Love, Beauty and Planet. Misschien hebben jullie het wel in mijn weekvlog voorbij zien komen. En ik heb hiervan een shampoo en een conditioner. En het is een vegan merk. Dus dat is natuurlijk heel goed. En ik was daar gelijk heel erg benieuwd naar. Want ik dacht, ja, het is vegan. Dus er zitten helemaal niet van die gekke dingen in en zo. En ik merk inderdaad dat het echt heel goed werkt. Zoals ik al zei, ik wil mijn haar niet te vaak wassen in de week. En deze shampoo houdt het gewoon echt wel heel erg lang mooi. En die conditioner maakt het echt extreem zacht. Hier ben ik heel erg blij mee. Ik zou deze echt aan iedereen aanraden. Ja, echt een favoriet. Heel blij mee. En dan gaan we nu door naar een beetje fashion related items. Als eerste heb ik sieraden. Dit zijn dus allemaal kettingen van AliExpress. Hier heb ik er eentje met een hartje. Eentje met een vogeltje. Dan heb ik nog eentje met een
een roos. En dan heb ik nog een choker met allemaal bolletjes. Ketting met een muntje eraan. En ik krijg de laatste tijd op bijna al mijn video's waar ik één van deze kettingen om heb, krijg ik eigenlijk wel de vraag van waar haal je je kettingen vandaan, want het is zo mooi en whatever. En nou, ze komen dus gewoon van AliExpress. Ik zou het iedereen aanraden om je sieraden lekker via AliExpress te kopen, want je betaalt gewoon minder dan een euro voor zo'n ketting. Volgens mij heb ik echt hierbij kettingen van 40 cent, 60 cent, 20 cent. Echt mega goedkoop. En ze zijn heel erg leuk. En het ding is, stel ze worden lelijk, ze verkleuren of whatever, dan gooi je ze gewoon weg en dan koop je een nieuwe. Ik zal even in de beschrijving linkjes zetten van de kettingen die ik nog terug kan vinden. Want soms verdwijnt het natuurlijk. Maar als ik het terug kan vinden, zet ik het in de beschrijving. Echt, ik ben hier zo blij mee. AliExpress kettingen / sieraden überhaupt veranderen echt mijn leven. Het is echt top. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dan mijn volgende favoriet en die kunnen jullie eigenlijk niet gemist hebben. Want als je op mijn Instagram kijkt, is dat ongeveer het enige wat je ziet. En dat zijn scrunchies. Ik ben er echt obsessief mee at the moment. Ik vind het gewoon echt je outfit helemaal afmaken. Ik word er helemaal blij van. En ik heb er nu inmiddels al een paar. Ik heb nog een pakketje besteld bij AliExpress waarin ik 10 stuks heb. Dus straks heb ik heel veel scrunchies en daar ben ik heel blij mee. Ik kan echt niet wachten. Ik zal ze even allemaal langs gaan. Deze, dit is gewoon een zwarte. Die heeft mijn moeder geloof ik een keer bij de kringloop gehaald. Deze twee, die komen allebei van Brandy Melville. Die verkopen ze nu op dit moment. Dus als je het wil hebben, ren naar de winkel. En dan heb ik ook nog deze twee. En er zit een haar aan. En deze twee zijn van AliExpress. Maar ja, ik heb dus op AliExpress ook nog een pakketje besteld waarin ik dus 10 scrunchies krijg. En het was echt 1,80 euro of zo. Zal ik ook wel even linken voor als jullie er gelijk 10 willen bestellen. Ik merk trouwens dat ik heel veel items vandaag heb van AliExpress. Maar ja, ik hou gewoon van AliExpress. Ik ben echt verslaafd aan die site. Next favorite. Deze hoed. Deze hebben jullie ook al op mijn Instagram kunnen zien. Het is namelijk een strandhoed. En hier ben ik heel blij mee. Hij is van Seafully. Ja, ik ben er echt zo super blij mee. Ik heb deze dus echt heel veel naar het strand gedragen. En het is gewoon heel erg chill, want je hebt echt de zon uit je gezicht. Ik hou van de zon, maar ik vind het echt niet fijn om de zon echt zo de hele dag in mijn gezicht te hebben. Dus daar zit echt perfect voor. Dus hier ben ik echt mega blij mee. Dan heb ik ook nog een bikini als favoriet. En dat is deze bikini. En deze bikini is van Triangle. Maar ik heb deze via United Wardrobe gekocht. En ik moet zeggen, de cups zijn eigenlijk een maatje te groot. Maar hij past wel, want hij zit gewoon strak. En de cups hadden eigenlijk een maatje kleiner gemoeten. Maar goed, het kan ermee door. Maar ik vind deze bikini gewoon echt heel fijn. Omdat je hem zeg maar ook strapless kan dragen. En ik ben echt een beetje tegen tan lines. Vind ik echt niet meer mooi. Dus dit is echt de perfecte bikini daarvoor. Dus dit is zeker een favoriet van mij. Dan heb ik hier nog een mega leuke rok die ik even met jullie wil delen. Deze rok is van Come Get Fashion. En hier ben ik echt mega blij mee. Hij is heel luchtig. Dus heel fijn als het echt warm weer is. Het ziet er echt super leuk uit. Je kan hem gewoon op heel veel verschillende manieren combineren. Ik vind het gewoon echt een fantastische rok. Vooral dan met stoere schoenen eronder. I'm freaking happy with it. Ik ben er echt zo blij mee. Dan blijven we nog maar even bij Come Get Fashion. Want ik heb daar ook nieuwe schoenen besteld. En dat zijn deze twee. Het zijn dezelfde. Eentje in het zwart en eentje in het wit. En hier ben ik echt mega blij mee. Ik ben zo verliefd op deze schoenen. Niet normaal. Ik vind ze gewoon echt fantastisch. Ze maken echt elke outfit veel stoerder. En I freaking love it. Ik ben er super blij mee. Dus ja. Oh, kijk. Deze wilde ik ook nog als favoriet laten zien. Maar ik was hem kwijt. Maar ik heb hem gevonden. Deze zonnebril van de Primark. Helemaal chill. Ik zocht zo'n bril super lang. Maar ik vond ze steeds niet leuk genoeg. En toen zag ik deze bij de Primark voor echt 2 euro of zo. En I love it. Volgende favoriet zijn mijn Fjallraven, kanken, whatever, tassen. Zoals jullie weten heb ik deze via AliExpress, yeah, go AliExpress, gekocht. En ze zijn dus fake. Maar ja, daar ben ik gewoon eerlijk over. Ik krijg nog steeds heel veel de vraag welke maat ik nou heb.
Ik heb dus de allerkleinste maat. Dus dat is de 7 liter, geloof ik. En deze zijn dus best wel klein. We moeten ook niet deze echt niet zien als schooltassen. Daar zijn ze gewoon echt te klein voor. Dit zijn meer echt tasjes als je naar de stad gaat of whatever. Dan neem je deze mee. Doe je gewoon je portemonnee en alles erin. En er past best wel wat in hoor. Maar je schoolboeken ga je hier niet in meekrijgen. Maar ik ben gewoon echt heel blij met deze tassen. Ze zijn heel erg chill. Ik vind sowieso rugtassen heel erg fijn. En ze zijn gewoon heel leuk omdat ze dus best wel klein zijn. En het ziet er gewoon altijd heel erg leuk uit. Dus ja, deze kleur is vooral mijn favoriet. Omdat dit gewoon overal bij past. Die gele vind ik ook heel leuk. Maar deze past gewoon bij meer dingen. Dan als laatste wil ik nog eventjes een paar van mijn favoriete nummers delen. We'll bake brownies or go bowling. Don't you want a life with me? Oh, ik ben sowieso Carrie Hope Fletcher. That girl, I love her. I love her so much. Dat waren mijn favoriete liedjes van dit moment. En dan bij deze sluit ik deze video af. Want dit waren al mijn favorieten van dit moment. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie misschien wat inspiratie weer hebben gekregen. Om wat van mijn favorieten ook te kopen. Jullie weten trouwens dat ik altijd eerlijk ben. Hè? Dus al deze items zijn echt gewoon mijn favorieten van dit moment. En ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg! Thank you.